En toen zag ik duivelas staan op een raming. Wat wedden we erop wie als eerste op spek gaat? Je gaat er op spek, Jona. Een jaar hebben we erover gedaan, maar hij is af, onze zelfgebouwde kart. De kart is gemaakt voor de Hemi Race. Dit is niet echt een race, maar meer een optocht, waarbij iedereen op zelfgebouwde of bijzondere voertuigen rijdt. Maar de Hemi Race is voorbij, dus nu is het tijd om te kijken wat dit project echt kan. Het is een 600cc motorblok uit een Suzuki motor, wat goed is voor 86 pk. Dus vermogen heeft hij in ieder geval genoeg. Jan, wat is het voor knot eigenlijk? Raptor 250, ja maar. 250 R is het toch? Wat voor knot? Een kinderknot. Limited edition. Ja, past dat hoor. Daar komt de echte! Wat wedden we erop wie als eerste op spek gaat? Ja, wat zetten we erop in? Luc? Moet je daar nou eens op inzetten? Je gaat er op spek, Jona. Nee, ik zet een kletje op Jona. Ja, wat mooi dus is, dit zet... is echt de grootste brommer en de grootste kerel erop. Ja, ja ik... Heel veel meer. Oh, je moet daarop klikken. Oké, we gaan even over. Oké, nog een keer. De camera stopt niet aan. Startprocedure, je loopt een rondje. Kijken of alle borgingen van de wielmoeder er nog in zitten. Kijk. Ja, zeker. Kijken, hoe zit de ketting? Nou ja, die staat dus dan strak. Dat een gemiddelde persoon op een festival er niks kan. Vervolgens moeten we het frame controleren op eventuele scheurtjes, want dat wil nog wel eens gebeuren in dit verschrikkelijke staal waar dat voorframe van gemaakt is. Grafkant met zijn rijden grafkist. Grafkant met rijden grafkist. Ik zet mijn kratje op dat. Zolang ik daar rond blijf rijden, denk ik dat daar. Ja, daar gaat toch sowieso nog op zijn bek. Die ging net op mijn op zijn bek. Ja, maar wie eerder? Dat is de grote vraag. Ja, wie eerder? Ja, ligt eraan wie er allemaal gaan rijden. En moet je niet gaan filmen, hè? Nee, Daan moest even twee tegoedbonnen halen bij de Douglas. Als cadeautje voor twee vrienden. En Maai, dan kunnen we dat geven. Maar toen... Jan die had die naam gezegd, de Douglas blijkbaar. Dus ik kwam daar binnen. Nou ja, ik wist niet waar het was. Ik had Jan gebeld, die nam niet op. En toen zag ik Douglas staan op een raam. Ik denk, oh, misschien is dat er wel, want die had heel veel luchtjes. Dus hoe kom je bij Douglas aan? Dat staat letterlijk op het raam. D-O-U. Je kan ook maar een kaart. Dat is met A-U, het is O-U. Ja, O-U. Ja, dus zeg je niet Douw. Hou je bek, zo zei ik het wel, ja. Maar toen kwam ik daar wel aan, dus ik zeg zo tegen dat wijfje van... Ja, doe mij maar 2 bonnen voor 15 euro voor de Douglas. Hij heeft zonder niet. Zij zei blijkbaar wat zij is. En toen stond er niet, dus ik riep zo, hè? Ze zijn gelijk een beetje bang en zo. En
Nou ja, toen zeg ik, ja, ik heb twee bonnen van jullie nodig. Oh, van een Douglas. Nou ja, dat is helemaal niet heel bijzonder, maar jullie vinden dat helemaal geweldig. Het is wel knap hoe je dat, hoe je die naam. Ja, hoe dat verneukt. Douglas. Klopt zeg, dat staat er op het raam. Hey cameraman, wil je ook een rondje? Die. Meneer de cameraman. Ja. Wat gaat er nou gebeuren? Toch even. Toch even testen wat we nou aan het filmen zijn. Ja? Anders kijk ik natuurlijk niet. Als kijk natuurlijk niet goed filmen, dan weten wij het over hem. Nee, daarom. Nice. Dit is achter hem. Die remt heel goed. Ja. Dit is je voorrem. Ja. Zegt prima, kan je mee stoppen. Hoe was dat? Nou, wel lekker ritje, alleen ik miste gewoon een beetje de achtervering. Ja? Ja, het is Maar dat ding heeft power, jongen. Hij heeft echt pit. Hij gaat wel lekker. Zo vet ding. Mooi. Ja, alleen maar even die vering fixen, dan zijn we er. Ja. Even kijken, hoor. Die zit los. Die zit een beetje los. Hij is los. Ja, maar dat zat hij al. Ja, ja. Van interview. Wie denk jij dat als eerste op zijn bek gaat? Ik denk nog steeds Daan. Ook al staat hij hier. Ja, ik denk nog steeds Daan. Ja. Daan, wat vind je ervan? Ja, misschien ga ik wel op bek. Dat is uit. Dan kunnen we een hele goede BV geven. Dat is sowieso op zijn bek. Ja, dat is mooi, want dan heb ik een kracht hier. Ik had Jan achter je aangestuurd, maar die kon je niet helemaal bijhouden. Wil ik zeggen dat ik gewoon deze vol gas rijd? Ja? Niet? Dat is nog niet alles. Jij vloog op een gegeven moment hier door die bocht heen ook. Ja, gaat nu rijden dicht langs het randje. Ik dacht, ik ga een klein stukje achter jou aan. Maar je ziet echt een goede hobbel. Je zit aan de flinke hobbel, en dan kijk ik, oh, dus de sleutel. Ja, je kent dat best lekker goed springen, hoor. Ja, oké. Jij komt net een beetje met je achterwiel een beetje schuin neer. Contact wel. Dat is ook wel kut, maar dat is echt. Ja. Oh, dat weet ik veel. Kan me niet door dit. Oké. Okay. Oh. Ik ga een stuipje halen en een afpak. Oh, niet te mogen halen. Ik heb een warm lopen. Waar is de meester, hoor? Eén keertje en een. Kijk, dan heb je quads, dan heb je crossmotors en dan heb je een fucking Thomas. En dan heb je evenveel lol. Nou? Dan heb je meer lol. Ja. Nou, met de selecties, denk ik. Het is niet dat. Ik ken wel even de Hij had nog aan het denken.
ook. Dat jij hem even daar langs het slootkantje even over die hobbel heen pakt. Ik krijg toch een nieuwe bumper. Ja, je krijgt toch een nieuwe bumper voor Gogum. Wat maakt jij het nou nog uit? Ja. Ja. Ja, het staat er vast in het script, hè. Dus we wijken niet af van het script, Jeroen. Maar je hebt wel. Je krijgt toch een nieuwe bumper. Wat maakt jij het nou uit? Het is twee ton. Hey, voel eens even aan je ballen, Jeroen. Zodra hij het airtime pakt, gaat hij gelijk. Wat jij doet, alleen nog wel even vet. Zo in de drift zo meepakken. Voel eens even aan je ballen. Anders doe ik het wel. Even een boutje ertussen lassen. We kunnen hem aan de overkant die dicht lassen. Differentieel dicht lassen. Nee. Alles is er. Ik kan het binnen 10 minuten voor je regelen. Daar ken ik er niks meer mee. Hoezo? Over de weg rij je ook lekker. Ja, dat was het. Dat was het, zou het probleem niet zijn. Maar ik kan wel slijpen. Dan moet je gewoon door elke bocht heen driften. Nou, en dat is erg, wou je zeggen. Ja, dat is niet. Goed punt. De deal met steenhouder is bijna rond. Ik ga je altijd wel laten bellen. Ik vind op zich, je kan wel een tweede kopen om mee te driften. Ja, eigenlijk moeten we met z'n allen even een driftauto kopen. Nou goeie. Ja, dan, laten we dit is, dan doen we dit voor vanmiddag en dan kopen we daarna een nieuwe. Niet het slachtoffer van jullie vermaak deze middag. Het is ook voor je eigen vermaak, hè? Dit was de video, bedankt voor het kijken. Die driftauto waar we het net over hadden, die gaat er zeker een keer komen. Maar dat duurt nog even. Ik heb nog een klein stukje over de Hemi race en dan is de video voorbij.